Goedemiddag, duivenliefhebbers en andere vrienden. Je bent hier in Kermt bij Tros Rozen in de Hollerakkerstraat. Ik woon hier van in 1976. Ja, je ziet dat ik gehandicapt ben. En als je gehandicapt bent, dan kan je natuurlijk de duiven niet meer verzorgen. Dus ik heb hulp nodig. Ik kan wel een supervisie houden op mijn duifjes. Maar gedurende 2 jaar lig ik gekluisterd aan deze rolstoel. Ja, dus 2 jaar geleden dus heb ik een mislukte operatie aan de rug. Sindsdien ben ik dus 100% verlamd. Het onderste gedeelte, het bovenste gedeelte zoals je ziet, is zoals voorheen. Maar ik kan me dus op eigen houtje niet meer naar mijn duivenhokken begeven. Ik kan me ook niet verplaatsen hier in het huis. Maar ze hebben mij een brugje aangelegd of een weg, een autostrade naar mijn duivenhok. En ik kan elke dag bij goed weer met mijn rolstoel. Ik heb ook een elektrische rolstoel waar ik zelfs kan rechtstaan, waar ik zelfs kan liggen. Echt de ideale vriend op dit ogenblik van mij om mij naar de duivenhokken te begeven. En voorlopig beperk ik mij tot halve fond en grote halve fond. En daar kan ik nog best met manneke staan, ondanks het hele kleine aantal duiven wat ik speel. Ja, dat heeft me dus in de loop der jaren toch niet belet van behoorlijk te presteren. En bewijs hiervan zie je dus deze getuigschriften, dat ik zelfs aan Barcelona mooie prestaties heb geleverd. Ik denk niet dat er in België veel mensen zijn die zo 4 dus trofeeën hebben van Barcelona. Dit was de beste Barcelona duif over 3 jaar van de Brugse Barcelona Club. Dit was de beste Barcelona duif over 2 jaar. Ik heb de beste Barcelona duif gehad over 5 jaar. De Primus Inter Pares, waar ik zeer fier op ben, moet de duif toch van Barcelona 5 keren tamelijk vroeg naar huis komen en de beste van België zijn. Anders kan je zo. Er is maar eentje in België die elk jaar bekroond wordt. En ik ook sta op dat palmarès. Duiven die ik ooit heb gehad. Dat was mijn Supercrack 327. Dat was van het jaar 1978. 3 keer heb ik de top 4 gerangschikt geweest van de Belgische duivensport als duiven. Heel tam. Als ik zo mijn hand uitstak, dan kwam hij er al aangevlogen. Heb ik toch veel liefde aan gehad. Hij is gestorven op mijn 18-jarige ouderdom. Toen was hij 96, dus nu 12 jaar geleden. Daar heb ik toch wel een beetje verdriet aan gehad aan deze duif. Mooie duif, goede duif, hele tamme duif. Schitterend presteert. Geen eendagsvlieg zoals. Maar een van de beste ooit in mijn leven hier op de hokken verbleven.
Dat is mijn lievelingsduif op dit ogenblik, een flits. Het palmarès staat overal beschreven. Dat is mijn 50 65 636 04. Dat is mijn topduif. Hij is nog net behoorlijk om gefotografeerd te worden. Hij ligt nog niet helemaal in de rij. Hij gaat niet meer lang duren. Hier zitten op dit ogenblik nog 4 duiven, momenteel op nest. Ze zijn op wetenschap gespeeld. Die hebben behoorlijk hun best gedaan. Het zijn 2 directe kinderen van de topkweker Freddy. En 2 kleinkinderen. Dit kleinkind heeft schitterend gepresteerd. En vorig jaar en dit jaar. Met dit jaar 3 maal eerst. En zijn broertje heeft 1 maal eerst. En er zeer tevreden over. Nou ja, er zitten we 7 weduwenaars. Ze zijn late jongstjes van vorig jaar. Dus van 2007. Het zijn allemaal duifjes met 1, 2, 3 oude pennetjes. Die zijn pas gekweekt in de maanden augustus, juli, augustus, september. En daar denk ik volgend jaar mee behoorlijk te kunnen presteren. Het zijn allemaal kinderen en kleinkinderen van de topkweker Freddy. Een duif die ik heb aangekocht op de totale verkoop van Schots in Halen. Was een uitzonderlijk vlieger, maar is een begenadigd kweker. Een van de beste duiven die ik ooit heb aangekocht. Hij is ook vader van de Tarzan. Hij is vader van mijn huidige beste duif, de Flits. En is grootvader en overgrootvader van mijn allerbeste duiven die ik op dit ogenblik bezit. Hij ligt aan de basis van 50% van mijn kolonie op dit ogenblik, zou ik zeggen. Dit is de topkweker Freddy, de papa van zoveel asduiven in de wereld. Internationale winnaars, nationale winnaars. Dat is een directe duif eigenlijk. Aangekocht op de totale verkoop bij de Roos Sablon. Maar eigenlijk is het een duif van Freddy van den Heden het Zingen. Een wereldberoemd liefhebber. Dit is de Tarzan, de 5115-302 van 2003. Een super vlieger. Dit is het, op dit ogenblik, samen met de Flits, hij is een halfbroer trouwens van de Flits. Beide zijn een zoon uit de Châteauroux. Met de computers ingekruist. Dus dit is op dit ogenblik misschien... Ja, toch bij mijn 4 topduiven van de laatste 15 jaar. De Tarzan.